Hallo, hallo, goedemorgen en welkom bij deze nieuwe morning setup. En wat fijn en wat goed dat jullie weer live erbij zijn. Dan wel dat jullie terugkijken in een replay op YouTube. Eens even kijken. Ja, goedemorgen, een heleboel bekenden. En vandaag heb ik een hele slechte nacht gehad. Goedemorgen, Ineke. Heel lang, ik heb het super koud gehad. Ik heb lang wakker gelegen. Ik moest eigenlijk naar de wc, maar ik had geen zin omdat ik het zo koud had. Nou, dus vandaag is het thema morning setup voor als je nog een beetje moe bent. En ik ben heel benieuwd. Ik zie dat Carlijn ook live is. Ik hoop, Carlijn, misschien you can relate. En als je moe bent, dan... En het is gewoon toch weer een nieuwe dag. Dan is het belangrijk om lief te zijn voor jezelf. Jezelf wat zachte bewegingen te geven. Ja, Ineke, hangt het bij jou ook in de lucht? De moeheid? Ja, langs de nacht komt eraan, hè? Dus dit thema is perfect voor vandaag. En het feit dat je er bent, dat wil zeggen dat je ermee resoneert. Dus kom lekker staan, maar je mag ook zitten. Als je denkt, ik ben echt te moe, dan blijf je heerlijk zitten. Kan altijd. Ik doe wel even mijn schoenen uit. Zo. Ah. Nou, het eerste wat je mag doen als je zit nog of als je staat... Is je voeten lekker verbinden met de grond. En eens even een heerlijke diepe ademhaling nemen. Je bent er. Je hebt op play gedrukt of je bent live aanwezig. Fantastisch. En dat is eigenlijk het moeilijkste werk. En dan neem je je beide handen. En wat je doet is je strekt even maximaal je vingers. Zodat je alle huid tussen je vingers voelt stretchen. Om langzaam rustig te activeren. Een heleboel eindpunten van de energiebanen in je lichaam. Die komen allemaal uit in je handen. En dan stretch je je handen helemaal naar boven. En maak jezelf lekker lang. Rek je uit. Ook als je... Ik ga even iets bukken, anders zie je het net niet. Rek je uit. En dan zachte vingers laat je het weer naar beneden gaan. En dat doen we dan nog een keertje. Dus begin met je handen als vuisten. En stretch. En dan breng je ze omhoog. Dankjewel Fabrice voor het bijdraaien van het scherm. Hou ze nog heel even gestretched, de vingers. Ja, ik ben buiten, dus ik voel nu een fris briesje rond mijn handen. Maar voel maar wat je in je handen voelt allemaal. En dan ontspan het. En laat ze zachtjes naar beneden regenen. En dit is mijn favoriete beweging van een van mijn voorbeelden. Adrian van Yoga with Adrian. En dan rol je eventjes je schouders. Een zachte beweging. En dan doe je het ook de andere kant op. Van achter naar voor. Terwijl je lekker blijft ademen. No stress. Zachtjes je lichaam wakker maken. Je lichaam activeren. En dan kun je een mudra nemen, nou het oké-teken. En dan breng je je handen op die manier bij je bekken. En wat we doen is je schouders even op spanning zetten en actief naar je oren bewegen. Terwijl je gezicht ontspannen blijft dit keer, breng je alleen je schouders actief omhoog naar je oren. Een paar tellen en dan laat je het los met een zucht. En dat doen we nog twee keer. Dus adem in en trek je schouders naar je oren. Hou je ademhaling even vast.
Hou vast. En als je denkt, nou, nu is het wel genoeg geweest, dan laat je het los met een zucht. Eén ademhaling tussendoor, dat hebben we wel verdiend hè, als je moe bent. En dan trek je nog een keer je schouders op, haal adem, hou je adem in. Het gaat hier om de spanning bij je nek, dat die zich allemaal kan verzamelen nu, zodat je bij de uitademing dat kan laten doorstromen. En dan laat je ook je handen los. En voel maar even in je lichaam, voel maar na. Hoe het nu bij je nek, bij je schouders voelt, bij je hoofd. En dan een van de beste manieren om je energie te laten stromen is tappen. Dat weten jullie inmiddels ook wel. En vandaag doen we dat hier bij het borstbeen. Op een zachte manier met een losse vuist. Nou, dit is niet voor niks dat Tarzan deze beweging maakt. Want hier op je borstbeen, aan de voorkant, activeer je alle energiepunten. Nou, niet alle energiepunten, maar veel energiepunten voor je hart, van je afweersysteem. En in feite is dat het punt om je krachtig te voelen. Denk maar aan Tarzan. En dan klop je ook met dezelfde losse vuist op het longpunt. Dat punt is precies aan de binnenkant van je schouder. Waar je het kuiltje voelt eigenlijk. En terwijl je dat doet, blijf je rustig ademen. En doe het zachtjes. Het hoeft geen pijn te doen. Het is om te activeren. Dan doe je hetzelfde aan de andere kant. Yes. En dan, terwijl we hier bezig zijn, ga je alvast naar beneden. Ik ben bij de rechterkant. Pak je aan de binnenkant. En je mag hier ook een vlakke hand nemen in plaats van een vuist. Voel maar wat jij lekker vindt. Helemaal naar beneden en dan langs de buitenkant van je arm kom je weer omhoog. En klop ook even bovenop je schouders. Mochten er nog restjes spanning zitten, en dat doe je nog een paar keer, nog twee keer. Lekker naar beneden, omhoog. En wat je hiermee doet is in feite alle meridianen in je lichaam activeren. Zorgen dat energie die misschien nog vast zit, die niet doorstroomt, wat natuurlijk het geval is als je slecht geslapen hebt, als je erg moe bent. En op deze manier activeer je het. En strijk het dan af langs je hand. Je mag het aan alle kanten van je arm zo afstrijken. En dan doen we, oh ja, voel maar even na. Voel maar het verschil tussen de arm die je net beklopt hebt en de andere. En dan gaan we naar de andere. Dus klop aan de binnenkant omlaag. Helemaal tot aan je hand. Kom je omhoog langs de buitenkant. Dat doen we drie keer. Je mag het ook met vuisten doen als dat fijner voelt. Maar ik vind een vlakke hand lekkerder. Blijf ook even bij je schouders. Geef jezelf maar even een schouderklopje dat je er bent. Uiteindelijk is dat het meest belangrijk. Want ja, soms ben je fit, soms ben je moe. Maar je hebt altijd zelf de keus om te weten, te voelen of te kiezen wat je met je gevoel wil doen. En strijk dan ook nog even langs je hand, langs je arm. Aan alle kanten omlaag. Schud je handen maar uit en voel even na in je lichaam nu hoe het voelt. En dan gaan we naar een ander punt wat ook zo belangrijk is om actief te houden. En dat is het punt wat achter, ik wil even laten zien, ter hoogte van je navel zit.
ter hoogte van je navel en dan wat dieper naar binnen. En wat je mag doen is weer losse vuisten nemen en zachtjes jezelf daar bekloppen. En dit punt, dat heet bij de Chinezen het Mingmen Point. En het wordt ook wel de deur naar het leven genoemd. Gateway to life. Het is een punt waar levensenergie doorstroomt. En als je daar zachtjes klopt, en dat is wat we ook wel eens doen met die oefening waarin je zo twist, dan kom je precies op dat punt uit. Dus klop daar en neem dan ook je heupen en je billen mee. En dat mag je op een manier doen die voor jou goed voelt. Misschien wil je er een beetje op slaan, misschien vuisten. Maar op je heupen mag het wel ietsje resoluter. Bovenkant van je benen. Ja, ik doe het sowieso omdat het... Ja, alle sneeuw is weg. Ha. Ik dacht dat er sneeuw zou komen. Maar nee, het wordt 10 graden. Maar nu is het nog 5 graden. Dus beklop dit hele centrum. En wat we dan gaan doen is naar beneden. Langs de buitenkant van je benen. Ontspan je knieën, zodat je niet met gestrekte knieën naar beneden gaat, maar met ontspannen knieën. En als het lukt om helemaal bij de grond te komen, dan kom je bij de grond. En kom dan langs de binnenkant weer omhoog. En dat doen we nog een paar keer. Dus rol naar beneden, ontspannen knieën, zodat je niet je rug bezeert. En... ga zo ver als dat je kunt. Als het niet helemaal lukt om naar beneden te komen, bijvoorbeeld omdat je zwanger bent, dan doe je het maar een klein beetje met de intentie om naar beneden te gaan. No worries, no stress. Pak nog één keer dat Mingmen Point mee, klein beetje. En dan laat je het allemaal gaan. Schud eventueel je handen los als je voelt dat dat klopt. En haal diep adem. En dat wil niet meteen zeggen dat je al je moeheid verdwenen is. Maar wat het wel doet is in ieder geval in je lichaam alle energie weer op gang brengen. En mocht de moeheid ook veroorzaakt zijn door een beetje emotionele stress, feestdagen, drukte, er moet van alles gebeuren, dan wrijf je in je handen zoals ik aan het doen ben. En pakken we nog in een bepaalde greep vast op je hoofd, waarmee je allerlei gevoelens van stress, emotionele stress, tot rust kunt brengen. En de sleutel is, je pakt één hand, ik heb mijn rechterhand genomen en die leg je bovenop je voorhoofd. Zoals je zou doen als iemand ziek is en je wil voelen of die koorts heeft. En hier bovenaan de hersenschedel zitten allerlei neurovasculaire punten. Ook bepaalde drukpunten die maken dat je stress eigenlijk hiermee verkleint, tot rust brengt. En als je dat nog wil verstevigen, dan kan je je andere hand pakken en die leg je dan in je schedelbasis. Dus aan de bovenkant van je nek. En het maakt niet uit waar je het precies legt, want eigenlijk zit je hele hoofd vol met deze neurovasculaire punten. Maar onderaan je nek, ik heb het onder mijn haar gelegd. En adem dan rustig door. Voel maar eens wat er in je lichaam gebeurt. Beter gezegd, misschien gebeurt er in je hoofd wat. Misschien voel je rust, voel je echt letterlijk rust. Wat het bij mij doet, is omdat het als het ware... mijn denken tot rust brengt. Alsof er letterlijk een soort stop op mijn voorhoofd ligt om allerlei gedachten naar buiten te brengen.
En hou je hoofd nog even vast. Je andere hand die kan je loslaten, de hand die je achter had. En die kun je ook nog even bovenop je hoofd leggen. En bovenop je hoofd, daar zijn alle punten die heel goed zijn als je snel in paniek raakt. Als je snel overweldigd bent door van alles wat er moet en dat je dan niet meer het overzicht hebt, dat je in paniek raakt. En blijf rustig ademen. Ik heb mijn ogen gesloten omdat het gewoon zo lekker voelt. En dan laat je ook dit weer gaan aan beide handen. Handen. Schud maar even los. En als het goed voelt, dan breng je handen naar je hart. Sluit even je ogen en verbind jezelf met dat waarvoor je op dit moment dankbaar bent. En het kan iets kleins zijn. Het kan dankbaar zijn dat je weer een ademhaling hebt. Dat je de tijd hebt genomen voor jezelf om erbij te zijn. Misschien heb je mooie plannen voor vandaag. Ben je dankbaar voor wat deze dag je gaat brengen? En buig dan tenslotte jouw hoofd nog even voor een laatste neck stretch en ook symbolisch. Dat je je hoofd buigt voor je hart, de wijsheid van je hart. En met deze laatste buiging sluiten we de morning setup weer af. Ik kom weer iets dichterbij, want anders kan ik niet zien wat jullie nog allemaal schrijven. Ja, het is donker hier. Ja, klopt. Oh, wat fijn. Ja, die haan. Ik moest ook zo lachen. Hele fijne dag, Ineke. Dank je wel ook dat je er weer was. Ah, nou, lieve mensen. Oh, 8:53 zie ik. Ik ben iets te laat. Ga ik het snel afronden. Ik wens je een fantastische dag. Ondanks moeheid of niet. Maak er wat van. Wees lief voor jezelf. En ik zie jullie graag bij de volgende morning setup. Ja, dag Astrid. Dag allemaal.